Nederland is natuurlijk al geplaatst voor de 8e finale. Toch stroomt het Oranjeplein weer vol voor de wedstrijd tegen Chili. De fans willen namelijk maar één ding: poolwinst. Waarom moet Nederland nou zo'n poolwinnaar worden? Maakt er niks uit. Nou ja, ze willen Brazilië ontlopen, hè? Daar doen we het voor, toch? Wij zijn speciaal uit Brabant hierheen gekomen om te komen kijken, om te zien dat ze winnen. Hè? Wij zijn de eerste keer hier, maar het is echt superleuk. We hebben natuurlijk ook prachtig weer, dus er werkt ook goed mee. En de mensen zijn echt reuze enthousiast. Het is echt gezellig. Gaat het 0-0 blijven, denk je? Ik hoop 1-0, maar ik heb geen idee. Ja, intussen krijgen we wat kansen, want dat was ook nogal moeizaam. Ja, ik weet het. Maar één kans is er nodig. Als je me had gezegd dat we 5-1 zouden winnen van Spanje, 3-2 van Australië en nu 1-0 voor staan, ik denk dat het uitslag wordt, had ik je stomweg uitgelachen. Maar ja, kijk, dan ga je gewoon met 9 punten door en dan kom je in de finale tegen Brazilië. Ongelooflijk, ik weet niet, maar sfeer, gezelligheid, drank, bier en 538. Dat is echt geweldig. Echt geweldig. Topavond, super. Opnieuw geen gallery play van Oranje, maar we zitten wel met 3 overwinningen ongeslagen in de volgende ronde. Wie had dat gedacht?